En ik staat vast de entourage volgende week in Spakenburg. Voor die derby zal een stuk vrolijker zijn dan het entourage vanmiddag op Spangen. Spakenburg aan de bal. Het is de vijfde minuut van de wedstrijd. Daar gaat Sterling. Sterling alleen voor Fabrie en in de verre hoek raakt de aanvaller van Spakenburg. De paal kwam over van Koninklijk AFC. En ontpopt zich tot een van de gevaarlijkste aanvallers in de ploeg van John de Wolf. Twee minuten later aan de andere kant een aanval van Sparta. Onder de lat bij Spakenburg. Terwielen, dit is Dervisoglu. Die zoekt een plekje om te kunnen gaan schieten. Dat lukt ook, maar Terwielen redt Dervisoglu. Gisteren nog invaller bij Sparta 1. Evenals Ilias Alhaft. Spakenburg, 26 minuten gespeeld. Sterling is er vandoor. Achtervolgd door Bouwensen. Bouwensen trekt wat. Sterling gaat tegen de grond. Gerrit besluit tot geel voor de speler van Sparta. En tot een penalty voor Spakenburg. Nog een keer de overtreding, maar dan in slow motion. De bal op de stip achter de bal. Bitter. Vorige week goed voor een hattrick uit Berlijn. En nu ziet hij zijn strafschop gestopt door Fabri. Goeie save van de doelman van Sparta. En zo blijft het na een klein half uur voetbal op Spangen. 0-0. En bijna in de tegenstoot een uitval van de Spartanen. Met twee man, Dervisoglu en El Kashati. Maar die laatste kiest wel een hele vreemde plek om de bal in te schieten. Namelijk de tribune achter het doel van Terwielen. Niet veel later, opnieuw Sparta. Wedstrijd behoorlijk in balans. En hiermee, met dit schot, verrast Alaf Terwielen. Deze bal mag er niet in, maar gaat er wel in. En brengt de ploeg van Rijsdijk op een 1-0 voorsprong. Jong Sparta, vorig seizoen nog gecoacht door Ole Tobiasen. Nu dus door Jeroen Rijsdijk, staat voor op Spangen. En nog steeds voor rust Sparta. Dat goed combineert. Hier een uitgelezen mogelijkheid krijgt op 2-0. De kans is voor Alhaft, de redding van Terwielen. En Spakenburg blijft een grotere achterstand. Althans voor rust bespaard. 1-0 is ook de ruststand. Dit de tiende minuut van de tweede helft. Met Spakenburg via onder meer Bitter en De Bond. De Bond is doorgelopen. De Bond, Fabri zijn goal uit. Die kan er nooit meer bij. En dan Gavenbeek, die niet alleen mist, maar buitengewoon ongelukkig belandt tegen de paal van het Sparta-doel. Maar hij kan verder. Hoekschop Spakenburg, hier is De Bond opnieuw. De Bond vanaf een meter of 18. De Bond, een bijna identiek aan de Sparta-treffer, verrast hij ook bijna de doelman van Sparta, Fabri. Maar zijn schot gaat er in tegenstelling tot de goal van Sparta niet in. Spakenburg naar rust wat sterker. Het moet. En dat creëert ruimte voor Sparta. Inmiddels 4 minuten voor tijd. Afstandsschot van Dervisoglu. Redding van Terwielen. De kans op een gelijke stand blijft voor Spakenburg aanwezig. Een minuut later. Spakenburg bouwt op. Dit is geen zorgvuldige bal. Overname Sparta. Sparta heeft inmiddels gewisseld. Dit is een van de wissels. De Winter. De Winter voor het doel. Kashati. En nu is het wel prijs waar hij voor is nog overknalde. Beslist hij nu het duel in Rotterdams voordeel. Spakenburg loopt een week voordat het aan moet treden voor de kraker. Tegen dorpsgenoot IJsselmeer was op. Tegen een 2-0 nederlaag bij Sparta.